Staat. Deze is voor jullie. Het feest van Nijntje. Op een dag was Nijntje Pluis al heel vroeg opgestaan. Zij waste zich van top tot teen. Ziezo, dat was gedaan. Zij zocht een heel mooi jurkje uit, het mooiste uit de kast. En weet je waarom zij dat deed? Omdat ze jarig was. En moeder Pluis en vader Pluis, die riepen leven Nijn. En Nijntje zei, dank jullie wel, het wordt vandaag vast fijn. O kijk, mijn stoeltje is versierd met bloemen en met blad. Dat zijn de bloempjes van mijn jurk. Hoe wisten jullie dat? En wat een pakjes liggen daar. Zijn die voor mij alleen? Ik houd dit bijna niet meer uit. O, ik begin meteen. Een schaartje dat echt knippen kan. Een hele mooie fluit. En potloden, mijn grootste wens. Hoi hoi, riep Nijntje uit. En 's middags toen kreeg Nijn bezoek van Aag en Willemijn. Dat waren haar vriendinnetjes. Nog vele jaren, Nijn. En oh, wat hadden ze hun pret. Zij balden op het gras en deden heel veel spelletjes totdat het avond was. En 's avonds kwam opa Pluis en oma Pluis bij Nijn. Zij brachten ook een pakje mee. Wat zou dat nu weer zijn? Een beer, een echte wollen beer. Heel lief en ook heel zacht. Die neem ik mee, riep Nijntje uit. Bij mij in bed vannacht. Ze hadden ook een echt diner. Naast opa Pluis zat Nijn. En Beertje zat bij mij op schoot. Want dat vond Beertje fijn. Toen moeder Nijntje s'avonds laat met Beer naar bedje bracht, zei Nijn heel hartelijk bedankt. Het was een fijne dag.